Israël. Een persoonlijke reis naar het Heilige Land. De enige plek ter wereld waar je letterlijk in de voetsporen van Jezus kunt wandelen met de Bijbel als gids. De reis begon hier, in Nazareth, waar een engel bij Maria kwam met de woorden: "U hebt genade gekregen in Gods ogen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen, en u zult hem Jezus noemen. Hij zal bijzonder zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden." In vervulling van de Bijbelse profetie werd Jezus in Bethlehem geboren, dicht bij Jeruzalem. De eerste die het nieuws te horen kregen, waren de plaatselijke schaapherders. De hemelse heerscharen verschenen aan hen en zeiden: "Vandaag is in de stad van David een verlosser geboren, Christus de Heer." Toen hij tot geestelijke rijpheid was gekomen, werd Jezus door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. En er kwam een stem uit de hemel die sprak: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb." Daarna begon Jezus te prediken, een boodschap die de wereld zou veranderen. Heden ten dagen is het moderne Israël ook in een proces van verandering en vervult daarmee een oude profetie. En Israël zal uitbotten en bloeien en de wereld vullen met haar vruchten. Deze bloei betreft niet alleen aardsfruit. Middels geavanceerd wetenschappelijk en medisch onderzoek helpt de high-tech en biotech-industrie in Israël om van de wereld een betere plek te maken. In Galilea trok Jezus zijn eerste volgelingen aan en verrichtte hij vele grote wonderen. Op de berg van zaligspreking werden de woorden van het Onze Vader voor het eerst uitgesproken. "Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op de aarde net zoals in de hemel." Toen zijn tijd was aangebroken, reisde Jezus naar Jeruzalem. Hij kwam de stad binnen als verlosser en Jezus stierf aan het kruis voor de zonde van de wereld. Maar hij is in triomf weer opgestaan, zoals voorspeld was. Heden ten dagen wordt Jeruzalem ook herboren als de hoofdstad van het moderne, democratische Israël. De religieuze rechten van alle gelovigen worden door het hele land beschermd. Duizenden christenen komen ieder jaar naar Israël om hier in vrijheid het leven, de dood en de wederopstanding van de Heer Jezus Christus te vieren. Kom zijn land bezoeken. Maak de woorden van de psalm tot werkelijkheid. Onze voeten zullen binnen uw poorten staan, o Jeruzalem. Net als zijn voeten ooit, 2000 jaar geleden.